Kees in theorie, yo, check it out man. Yo, tot ik besloot te rappen was ik een eenling. Mensenkennis was nooit echt mijn sterkste punt. Maar één ding is zeker, ik merkte snel dat ik een land vol jeugdige nietsnutten vertegenwoordigde. En ondertussen zag ik volwassenen hun hoofd schudden. In de schaduw van de oprukkende generatie kloof indutten. De perfecte voedingsbodem voor een rebel. Met alle respect, maar gehoorzaam geen enkel bevel. Je hoorde het correct, je hoeft me niks te vertellen. Ik sta motel voor mijn eigen stijl, ik doe het zelf wel. Opgevoed door belspellen en ringtoonreclames. En dan vraag je nog waarom ik geen respect heb voor dames. Ik zie achterlijke hoeren de hele nacht op tv. Terwijl ik kant en klaar magnetron maaltijden eet. Ik werk alleen als dat betekent optreden. Waarom zou ik een fok om iets anders geven? Space case man, het is allemaal niet zo grof bedoeld, maar it's my life man, it's the way I live man. Alright, check the next shit man. Het heeft helaas niks te maken met diepgaande lyrics. Of je record verkoopt ligt aan je zakelijk inzicht. En ik haat de business, het maakt me vaak misselijk. Alleen de kids op straat weten vaak wat verfrissend is. Maar wat kan ik anders doen dan rollen met mijn team en gasten waar ik op vertrouw en beschouw als mijn vrienden. Hij was een acteur. Snap je dat? Ik snap het. Ik had hem niet moeten vertrouwen. Gelukkig, hij wordt volwassen. Dat weet ik nog niet zo zeker.